9 uur en ik heb een blaadje, een to-do-list. Want, zoals je ziet, ik kan het je ook rustig later afvullen. Deze is wel afgedingest, maar deze heb ik geprobeerd, deze heb ik gemist, deze heb ik gemist. Dus, die ga ik eerst even afpakken. En dan ga ik mijn lijstje opwerken, want het is best niet wel wat. Dus, ga ik gaan doen aan de slag, aan de gang. Ik moet wel een lijstje bijhouden, want ook weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Dat haar, dat is ook helemaal gewoon. Ik ga beginnen. Tot zo! Volgens mij sneeuwt het. Het valt zo langzaam. En volgens mij zie ik soms gewoon wat op de grond vallen. Natte sneeuw. Je ziet het op de camera natuurlijk niet. We zijn druk bezig. En kijk nou eens. Het sneeuwt gewoon. Dit is toch niet, dit is toch niet normaal? Het sneeuwt gewoon kei en keihard. Ik dacht al vanochtend zag ik natte sneeuw. Maar nu blijft het gewoon liggen. Kijk, als je op de auto kijkt, blijft het gewoon liggen. Echte sneeuw. Straks als we klaar zijn en we moeten verhuizen, dan ligt er gewoon een pak sneeuw. Kan je nagaan. Zal je net zien. Kijk, hier is het hartstikke gezellig. Dit wordt al wat, jongens. Zo ziet het er leuk uit. Hier komen nog plankjes bij. Dus dat is nog niet af. Dit wordt een andere kast. Maar deze kast is nu al gebruikt voor kledingkast, voor dressoirkast, voor alle kasten. Dus dit is nu eventjes... hier komt een dichte kast in, een soort van apothekerskast. Maar dan wel gewoon met plankjes, ook in het zwart. De keuken is af. Daar moeten we dan nog tegelen, maar dat kunnen we dan zo van het weekend doen. En dit is voor de rest, hoe het eruit ziet. Dat is dus nog niks. En dan gaan we naar de badkamer. Dat is ook nog niet echt best. Dus dat. Nog geen lampje op de wand. Maar ja, toppie. En dan zit er ook nog een hendel op de deur. Er zit ook nog een stof op de deur, dus alleen maar primer. En dan zijn we hier aangekomen. In de slaapkamer. Dus die moeten we ook nog even inrichten. En dat hebben we voor nu even zo gedaan. Anders hebben we nog geen kledingkast, want daar hebben we nog eventjes mee gewacht. Totdat we wisten hoe het bed kwam te staan. Het is één groot feest. Ik ben puin aan het ruimen. Op onze eigen stortplaats. We gaan alles aan het sorteren. Dus alles moet in zakken, hout bij hout, steen bij steen, plastic bij plastic. En restafval bij restafval. Ik zal even laten zien. Wat een grote stortplaats het is. Puin. Karton. Hout, plastic, hard plastic, steen, piepschuim, metaal, gips, geen idee. Dit is denk ik het restafval, stofachtige gedoe, zeil en restafval. Dit is nog plastic. Dus dan doe ik alles straks in zakjes. Dan kan het alvast gesorteerd naar de tuin. Dat hadden we vorige keer niet gedaan. Toen moesten we alles daar gaan uitzoeken. Nou, dat is natuurlijk niks. Mijn handen zien er niet uit. Bijna op elke vinger heb ik wel een snee. 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 Je ziet er niet in het zitstof. Snee. Oh, op deze niet.
Op deze had ik hier een snee. Zie je het? Allemaal sneeën. Dit. Helemaal kapot. Joh. Jongen, jongen, jongen. En natuurlijk ontzettend droog. Dus het is tijd om alles op te ruimen. En dan zal ik even binnen laten zien. Dan moet ik even over het puin heen. En ik heb een, hoe heet zo'n ding? Hoge druk. Dus dit gaat allemaal schoon. We moeten nog een kapstok hebben. Kijk eens even. De tv hangt. Ik heb het kastje maar even ingezet, want ik moet de eetkamerstoelen nog doen. Oh, volgens mij had ik het al laten zien, of niet? Oh ja, maar toen was het nog niet opgeruimd. En de bank. Met het kleed staat er. Zie je? Dit hoort eigenlijk ook bij de kapstok. Dus, het is de kapstok als toerist. Dus zo, de bank. Met de gordijntjes die hangen. Het kleed ligt er. Daar hebben we zelfs een stukje van afgeknipt. En je ziet dat de bank past precies. Dus als je binnenkomt, de kapstok komt ook nog hier aan de muur. En de deur moet nog geschilderd worden. Kijk. Hoppakee. Alsof het precies past. Dus tot zover. Ik ben even lekker aan het wassen. En het koffiezetapparaat. Even reinigen. Kalk en clean. Water bijvullen denk ik. Nou, ga ik zo doen. De kast is ingeruimd. Ik weet niet of jullie dat al hadden gezien. Volgens mij hadden jullie al heel veel gezien, hè? Het bed is nu semi opgeruimd. Ik heb even mijn colbertje erop gegooid en ik heb even nieuwe sokken gehaald. Ik ga zo even het bed wassen. Die is wel even toe aan een wasbeurt. Och, ik moet het nog van achter schort halen. Ik heb het kapje er eventjes op gedaan. Ik heb het spiegeltje even neergezet. Die nog schoongemaakt moet worden. Ik ga die dingen ga ik zwart spuiten. Zal ik ze ook wel even doen. Nou is het karton er nog. En dat was het. Dat was mijn hand. Zoals je ziet, puilt uit. Ik heb even twee kleedjes gehaald. Nieuwe, want die waren natuurlijk ook vies van de dingen. En naar de tuin ga ik dan. Want ik moet van de tuin ook even een hele hoop nog weghalen. Ik sta op het gordijn. Even een hele hoop weghalen en opruimen. Dus dat zal ik maar meteen even doen. En ik twijfel, want ik denk dat ik dit wel laat liggen. Kijk, dit is ook nog weer een vuilniszak, die moet weg. Hier heb ik de lampenkap gespoten, dus die zal ik die andere even spuiten. De verf, de oude keukenblad. Dat soort dingetjes moet ik allemaal nog even naar voren brengen. Al dat laminaat gedoe. Hier zo. Dit wil ik even opruimen. Je ziet het wel, het is één grote zooi. Maar ach, wat maakt het uit? The sun is shining. Kijk hoe lekker. Ik vind het echt van het typische wintersportweer, want het is best wel koud. Ik denk dat het een graad of 4 is. En de zon schijnt. Vogeltjes gaan voorbij. Moet je nou kijken, wat een mooi gezicht. Vogeltjes die vliegen voorbij. Je hoort ze ook fluiten. Kijk, nou wat een mooi beeld. Alsof ik natuurfilmer ben. Kijk, en dan gaan ze waarschijnlijk komen ze weer terug. Kijk. Oh, wat mooi. Dan gaan ze er zeker vandoor. Oh, kijk eens even. Ik ben echt een natuurfotograaf. Wow. Kijk eens hoe mooi gefilmd. Jongen, 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 jongen. Ze zijn wel ook een showtje voor me aan het geven, hoor. Maar goed, de zon schijnt. De lucht is blauw. En trouwens, hebben jullie het noorderlicht gezien? Laat het even weten. Ik niet, namelijk. Ik ga eerst even naar binnen. Ik ga even de was wisselen, want de was is klaar. Dan kan de volgende. Ik moet toch ietsjes even de gordijnen innemen. Want ik sta er steeds op. Kijk, de deur is nog afgeplakt. Voor als hij geschilderd wordt. Dus we gaan nu even een break nemen. En dan gaan we daarna van het weekend weer door. Want ja, om nou nu weer alles te gaan doen. We hebben zoveel gewerkt de afgelopen dagen. Ik ben er een beetje beu van. Dus we nemen even vrij. Gisteravond dat we erin gingen was het ook alweer 1 uur voordat ik in bed lag. Nou, de avonden daarvoor. De avonden daarvoor was het ook na 12 of rond 12 in ieder geval. Kan niet meer verder?
En dat ben ik nu wel een klein beetje zat aan het worden. Dus we nemen even een rustavondje. En morgen ook. Morgen gaan we naar de stort. Al de puin. Alle puin wegbrengen. En dan ga ik even die dingen hier aanspuiten. Misschien dat ik dat zo al doe, want daar heb ik wel zin in eigenlijk. En dan is het hier opgeruimd. Dan kan de bank staan. Die staat nu natuurlijk helemaal opgestapeld. Oh, dat moet ook nog weg. Kijk, hier zie je, we hebben een stukje van tapijt afgesneden. Want anders past de deur niet open. Dus daar ga ik even mee verder. Even verder alles uitzoeken. Even alles terugzetten. Zover als dat het kan. En dan denk ik dat ik alvast hier een beetje begin met spuiten. Dat het schoon is. Want als dan het stort weg is, dan is dit in ieder geval een beetje opgeruimd. Vind ik wel lekker, ook omdat het is toch een binnenkomst. Ik bedoel, mensen rijden hier allemaal voorbij. Lopen hier voorbij, fietsen voorbij. Vind ik het toch echt wel verschrikkelijk als dit een hele vieze tuin is. Dus ik ga even opruimen. En dan hopelijk dat het zo af is. Ik kan het niet wegbrengen. Want Daniel is er nog niet met de bus. Dus wegbrengen gaat niet. Dat gaan we dan van het weekend doen. Maar ik denk dat ik wel alvast alles in zakken ga doen. Dat we gewoon alles neer kunnen zetten en makkelijk weg kunnen brengen. Kijk, er gaat hier nog iemand de kerstboom op de fiets. Zie je hem? Wat hoor ik nou? Oh, pannetje. Het pannetje valt eraf. Oh, het trilt eraf. Ik denk al. Oh ja, en zoals jullie zien, dat koppel moet ook niet vastgezet worden. Oeh, hij trilt er gewoon af. Zo. Ik blijf er even bij. Nou, klaar. In ieder geval, geen idee waar ik gebleven was. Maar ik ga even door. Ik wil de telefoon pakken, omdat ik weer bezig ben met iets anders. En dan wilde ik jullie meteen vragen, wie van jullie heeft dat ook? Als je dan gaat opruimen, dan ga je van daar naar daar, naar daar, naar daar, naar daar. Dus nu wilde ik eigenlijk de voortuin, hoe heet het, hè? Hoge druk. Toen dacht ik in één keer, ik ga eerst deze eventjes spuiten. Want deze hadden we nog. Dus die ga ik even spuiten met zwart. En nu heb ik ze gespoten. Plakt in één keer mijn vingers. Is dus één van die sneetjes is dus open gegaan. Dus deze laat ik even drogen. Dat is 10 minuten tijd. Dan twijfel ik. Zal ik nog even. Ik weet niet hoe ik die moet aansluiten. Met een slangetje, dat ding. Dat heb ik wel. Hoe ga ik dan die slang erop doen? Nee, ik heb geen toetje. Nee. Nou, hoge druk gaat hem nog eventjes niet worden. Geloof ik. Het is ook weer dicht. Nee, hoge druk gaat hem even niet worden. Ja, dan wordt het van het weekend. Dat is ook wel lekker eigenlijk, want het wordt best wel een beetje koud. Dus ik wacht even tot die dingetjes droog zijn. Zet ik deze maar weer terug. Nee, ik heb toch geen dingen? Of wel? Ja, wel. Deze. Kan erop. Ja, ik ga het toch even doen. Ja, ik hoop dat ik hem kan aansluiten. Ik hoop van regen. Achter de puinhoop.
Die hangen ook weer semi-recht. Hij verschuift elke keer, maar ook nou echt geen zin om te doen. En dan is het zo verder gezellig naast de troep. Kijk, als je zo doet, zie je het niet eens meer. Dus, ready to go. Het is nou tijd om eten te maken. Oh, we hebben weer lekker geslapen. Het is tijd om de vlog te slapen. Dat haar, joh, van mij, dat gaat alle kanten op. Het zit elke keer in de stof. In de troep. Dus ik ga zo lekker douchen. Maar ik dacht, ik moet eerst even de vlog maken. Want het is nu 9:30 al. Dus snel uploaden. Want jullie gaan natuurlijk straks allemaal massaal de vlog kijken. Hoe het is gegaan met de verbouwing. Hoe we erin hebben gezeten. Hoe we erin zitten nu. Dus waarschijnlijk wordt die heel vaak bekeken. Omdat iedereen benieuwd is hoe het eruit ziet. Maar het is nog niet af. Ik ga vandaag wel verder met het kozijn. Je ziet het, overal de troep. Kozijn primeren en schilderen. Ik ga nog wat dingetjes doen. Dan wordt het koofje gestuukt. Maar dat gaan we allemaal van het weekend doen. Maar ik ga wel beginnen alvast met wat dingetjes. Dat het toch nog even net wat sneller gaat. Ook al zouden we nu niks doen. Maar ik ga toch met de kozijnen nog even beginnen. Want het oogt toch ook. Ik bedoel, als je nu even zo kijkt. Dan is het gewoon net lelijk. Dus ik ga even kijken. Misschien nog even die weighted ophangen. Hoe noem je dat? Kapstok. Want de kapstok is nu de stoel geworden. Dekentje ligt hier op de grond, op de bank. Dus ik ga even lekker douchen, want ik zie er niet uit. Ik ga snel de vlog uploaden, afsluiten. Dus ik hoop dat jullie een duimpje omhoog willen doen. Want, even kijken wanneer. Maar over sowieso 2 weken zijn er vlogs vanuit Spanje. Dus blijf geabonneerd. Klik even op het abonneerknopje als je dat nog niet gedaan hebt. En over de mensen die zeggen van een nieuw introotje. Komt eraan, maar nog niet nu. Excuses, ik kan wel alvast een leuk ander muziekje erbij doen. Dat ga ik wel doen, dus ik ga even een ander muziekje voor jullie zoeken. Wat ook best wel lastig is in verband met de rechten weer van YouTube. Dus we kunnen niet alle muziekjes kiezen. Dus maar daar ga ik dan mee aan de gang. Dan weten jullie dat, hoeven jullie dat niet weer te reageren. En dan komen er andere video's. Misschien dat ik wel een leuk dingetje in elkaar kan zetten. Ik ga wel even kijken wat ik kan doen of we misschien leuke beelden hebben nog vanuit eerdere vlogs. Dus ik ga wel even kijken of ik er wat van kan maken. In ieder geval een ander muziekje eronder. Dat is dus nog niet deze vlog geweest zoals jullie hebben gezien. Maar dat komt eraan. Dan hoop ik dat jullie even een duimpje omhoog willen doen. Voor ons harde werken. En dan zien we jullie maandag weer. Doedel!